Goedenavond, welkom bij de eerste Free Choice podcast. En vanavond hebben we een bijzondere gast bij ons, dat is Koen Smets. Koen Smets, hij zal zichzelf straks hopelijk introduceren, want dat kan hij veel beter dan ik. Maar belangrijk om te melden is dat wij hem inmiddels een jaar, anderhalf jaar kennen. En hij een groot fan is van onze activiteiten, onze supplementen. Hij is ambassadeur voor ons bedrijf. En we zijn zeer trots dat hij onze ambassadeur is en voorlopig hopelijk zal blijven. Dus welkom, we gaan beginnen. Koen, ook welkom. Dankjewel. Kan jij kort en krachtig uitleggen wie jij eigenlijk bent? Ja, sowieso dank je Nick voor de introductie al. Ik ben ook gewoon hartstikke blij met sowieso de uitnodiging om hier te zijn. Ik ben eigenlijk ik ben topsporter. Ik ben een hordenloper. Ik moet nu denken hoe vaak ik Nederlands kampioen ben geworden, maar volgens mij 14 keer. Zo. Hopelijk nog een paar keer meer. Maar ik ben de afgelopen 15 jaar al actief in de topatletiek. Op verschillende toptoernooien geweest, wereldkampioenschappen, Europese kampioenschappen. Eigenlijk al jarenlang actief en altijd op zoek naar de nieuwste en de slimste innovaties. En zo zijn we eigenlijk anderhalf jaar geleden bij elkaar gekomen. Om ervoor te zorgen dat de topsporter sneller wordt en gelukkiger wordt en gezonder wordt. Dus dat sowieso. En dat ben ik. Ja, leuk. Je bent inmiddels een bekende Nederlander eigenlijk. Want je komt regelmatig op tv met je successen. Je laatste optreden was op het Europees kampioenschap, dat we ook live op tv kunnen volgen. Je was in ieder geval bij de Europese top aanwezig. Dat was een mooie prestatie. Wat mij altijd fascineert is, hoe kom je erbij om topsporter te worden, en dan specifiek om dit onderdeel uit te kiezen? Want hordenlopen is een prachtig onderdeel van de atletiek, maar ja, het is maar één onderdeel. Hoe kom je erbij om daar precies voor te kiezen? Ja, precies. Het is altijd de vraag even, hoe word je schanspringer of hoe word je schoonspringer? Ja, maar dat is eigenlijk de vraag eigenlijk, ja. Ja, vooral die hele rare onderdelen heeft iemand altijd een verhaal. Goed verhaal eigenlijk. Sowieso topsport, dat ben ik gaan doen als resultaat van topsport of van sporter zijn. Dus mijn vader was marathonloper, dus die zat al in het atletiek wereldje. Okay. Ik werd als 2, 3, 4 jaar oud kind, werd ik gewoon in een zandbak gezet waar de meeste mensen normaal in verspringen, maar ik zandkasteeltjes bouwen. Ja, en je vader was ook professioneel marathonloper? Nou, in die tijd, in de jaren 80, was atletiek was gewoon een hobby, amateuristische sport. En er werd vooral niet voor betaald. Dus mijn vader die werkte gewoon fulltime en deed daarbij atletiek. Maar hij deed het wel op semi-professioneel niveau. Was eerste Nederlander in de Amsterdam Marathon bijvoorbeeld. Hij heeft echt wel goede tijden ook gelopen. Oh, alleen werd daar nooit naar betaald. Als hij nu marathonloper zou zijn, dan zou hij daarvan kunnen leven. Maar helaas, toen was dat niet zo. Zo ben ik eigenlijk bij mij met de paplepel erin gegoten. Ik zat als kind, als baby eigenlijk op de trainingstage van mijn vader. Dat was onze vakantie. Dus ik ben sinds dat ik 6 ben ik atletiek gaan doen. Okay. Niet omdat mijn ouders het graag wilden, maar ook omdat ik het zelf gewoon leuk vond. Met onze sporters natuurlijk, 10, 15, 20 onderdelen. Mm-hmm. Ja, je kan verspringen, maar je kan ook bal werpen als kind en dat is allemaal leuk. Ja. Veel sporten uitgeoefend, turnen, ik heb tafeltennis gedaan, ik heb 6 jaar op schaatsen gezeten. Maar uiteindelijk vond ik atletiek toch het leukste. En ik was nergens goed in, dus dat was ook leuk, want dan kon ik alle onderdelen blijven doen. Als beginnend atleet doe je eigenlijk alle onderdelen. Hè? Als pupil heet dan de allerjongste. Ga je op dezelfde avond ga je bal werpen, je gaat verspringen. Ja, precies. Je wordt heel breed opgeleid en dat is ook het mooie aan onze sport. Daar word je ook atletisch van. En op een gegeven moment word je ergens goed in en dan rol je ergens in. Ik werd nergens goed in, maar ik vond gewoon de sport superleuk. En toen ik een jaartje of ik denk 11, 12 was, toen kwam er een bepaalde trainer naar me toe en die zei van hordenlopen mag je vanaf nu gaan doen, want dat doe je nog niet als je heel klein bent. Ah, ja. Er staan de hekjes gewoon te hoog voor. zou je dat een keer leuk vinden om te gaan doen? En ik vond het zo fantastisch, ik weet niet, het inspireerde me, ik vond het uitdagend en technisch was ik oké, maar ik was echt het onderdeurtje van de klas, dus ik was het allerkleinste van de hele groep. Dus ik moest altijd opboksen tegen de grote jongens.
die al beenhaar hadden en ik was nog niet eens in de groeispurt, zeg maar. Ja. Dus ja, ik moest mezelf onderscheiden door technisch hordenloper te worden. Want ja, op kracht en op lengte kwam ik er niet bij. Nou ja, op een gegeven moment kwam bij mij de groeispurt en was mijn techniek zo goed dat ik al die jongens voorbij liep. Okay. En toen werd ik ook voor het eerst Nederlands kampioen, dus dat was 17, 18 jaar. Ja, dus toen zag ik mezelf niet echt als topsporter of als, als iemand die grote dingen kon gaan bereiken. Maar door jaar in, jaar uit maar te blijven trainen en te blijven proberen. Dan word je Nederlands kampioen, dan word je het nog een keer. Gemotiveerd natuurlijk. Precies, en dan haalde ik een keer een toernooi bij de junioren. Dan mocht ik naar het EK. En toen heb ik uiteindelijk de stap gemaakt naar de senioren, dus gewoon de volwassen wereld. Ja. En dan de grote vijver in. En daar ging het meteen eigenlijk al heel goed. En dan, op dat moment begon ik wel te denken van oké, er is wel meer mogelijk. En ik had als jongetje, een klein jongetje, had ik een droom. Had ik ook een papiertje van uitgeprint van ik wil later naar de Olympische Spelen. Maar dat was dan, dat was dan een droom, is een utopie. Alleen op een gegeven moment ging ik daar wel over nadenken. Ik dacht van het wordt nu wel realistisch. Het is tastbaar. Ik train met mensen die daar zijn geweest. Ik zie wat er voor nodig is en dat geef ik nu in de training. En toen ging ik mezelf ook zien als topsporter. Ja, maar je was dus eigenlijk, je bent niet ontdekt als talent, maar je hebt jezelf er naartoe gewerkt. Ja, dat was echt hard werken loont. En ik zeg altijd, hard work beats the talent. Altijd. Dus je kan zoveel talent hebben als je wil, maar als je er niet voor werkt, dan gaan de mensen over je heen die harder werken. Dat is bijvoorbeeld ook bij, goed voorbeeld, Daphne Schippers. Iedereen kent Daphne Schippers. Zij was bij de junioren, werd ze altijd voorbijgelopen door een andere atlete. Okay. Die andere... Nee, dat niet. Met snorharen, nee. Nee, en die was echt beter dan iedereen. Die liep heel Nederland naar huis. Maar Daphne was gewoon een keiharde werkster. En die zag gewoon van, ik kan hier grote stappen mee maken. En op een gegeven moment begon het te lonen en is zij wereldkampioen geworden. En die andere... Die is ook een hoog niveau gehaald, maar nooit het niveau van Daphne. Ja. En dat zie je vaker. Maar de beste combinatie is natuurlijk supertalent plus hard werken. Tuurlijk, en dat worden de Usain Bolt. Maar je zegt in feite dat hard werken eigenlijk meer teweeg brengt dan talent. Ja, je kan alle talent hebben van de wereld. Maar als je op de bank gaat zitten en chips eten, ik heb zoveel talent, maar dat gaat hem niet worden. En er zijn vaak ook hele grote talenten die daarbij blijven zitten van ik kom er toch wel mee weg of ik loop toch wel weer goed. Ja. Alleen in onze sport, het is zo'n absolute sport, je wordt zo afgerekend op de tijd, dat als jij niet vooruit gaat, dan kan je... Nee. En daarom hard werken loont. Wij hebben een trainingsperiode van 1 oktober tot 1 februari. En dan moet je gewoon 6-7 maanden keihard bikkelen. Ja. En daar wordt het kaf van het koren gescheiden, zeg maar. Je bent dan 14 keer Nederlands kampioen geweest. Maar is er concurrentie in Nederland? Ik heb een hele lange tijd in mijn carrière gehad dat ik zonder concurrentie was. Ik kwam eigenlijk in de nadagen van de grote drie. Er zijn drie grote hordenlopers geweest. En ik kwam in hun nadagen van hun carrières kwam ik op. Dus vrij snel ging ik er overheen en zij stopten met hun carrière. En toen is er een grote leegte geweest voor 5 jaar, waar ik eigenlijk elke keer won. Ik kwam naar een NK, ik dacht, moet weer het NK lopen, weer winnen. Ja. En sinds 2-3 jaar zijn er echt een paar jonge jongens nu ook hard aan het lopen. Waarvan ik op een NK kom en als ik niet mijn beste dag heb, dan win ik niet. Wat ik dit jaar, ik had niet mijn beste dag en ik werd derde. Was voor mij echt een reality check. Het is niet meer zoals andere jaren. Wat voor mij confronterend was, maar in een positieve zin. Want dat motiveert mij heel erg. Toevallig vandaag, ik kom net van een training met een jonge jongen, die is 20. En die vreet me gewoon op, weet je wel. Daar moet ik echt mijn best voor doen om voor te blijven. Ja. Maar je bent dan waarschijnlijk weer een inspiratie voor hun geweest. Voor de volgende generatie. Ja, dat vind ik ook mooi. Dat krijg ik soms ook terug van die jonge gasten. Hè. Ik ga niet vissen naar complimentjes, maar dan vraag ik van wie is nou je voorbeeld en dat soort dingen. En dan mondjes maken, krijg ik dat wel terug. En dat vind ik dan heel bijzonder om te horen, want ik heb natuurlijk mijn grote voorbeelden gehad. En dan zie ik meteen ook dat die grote voorbeelden de voorbeelden zijn voor de volgende generatie. Ja. Maar dan vergeet ik te denken dat de volgende generatie heeft hun nooit meegemaakt. Heeft hun nooit gezien, misschien van een YouTube video. Maar mij hebben ze wel de afgelopen 10, 15 jaar gezien op tv en... Misschien ook wel eens op de baan. Ja.
Ja, dus als ik dat dan terugkrijg, is dat super speciaal natuurlijk. Ja, dat is fantastisch. Ja. Maar je zegt, het is hard werken om die top te halen en daar te blijven. Hoe ziet jouw dag, jouw week eruit om op dat niveau te blijven? Ja, atletiek is denk ik... Ik wil niet andere sporten naar beneden halen, maar het is wel van alle sporten die er zijn, is echt heel hard werken. Mm-hmm. Waarom dat zo'n... Het is zo tastbaar wat je prestatie is. Het is heel prestatiedrukkend. En het is heel blessuregevoelig. Dus het is, ja, aan de ene kant moet je keihard werken, maar je loopt altijd op een heel dun lijntje. Dus ja, een week van mij, ik doe 2-3 keer in de week een krachttraining van 2,5 tot 3 uur. Ik doe 2 of 3 keer in de week een hordetraining, wat ook 2,5 uur in beslag neemt. Mm. Een sprinttraining, een duintraining. Dus eigenlijk verg ik elke dag het maximale van mijn lichaam. Terwijl het ligt... 7 dagen in de week. Ja, je hebt ook een rustdag. Dus hè, dat is dan een rustdag. Nou ja, dat is overleven eigenlijk. Dus dan heb je zoveel spierpijn. Ja, een hersteldag heb je zoveel spierpijn dat je eigenlijk alleen maar op je bed wil liggen. En dan is de maandag, dus vaak is zondag dan een rustdag. Maar is de maandag alweer zo snel daar. Dat, hè. Dus ja, en dat week in week uit. En er is geen stop. Wij hebben ook geen winterstop. We hebben geen zomerstop eigenlijk. Nee. Ons winterseizoen begint op 1 oktober. Dan train je tot aan 1 februari, dan begint het indoorseizoen met wedstrijden, tot aan eind maart. Ja. Dan heb je weer een blok van 6 weken trainen en dan begint op 1 mei eigenlijk het zomerseizoen. Ja. Tot 1 september, dan heb je 3 weken vrij en dan begint het volgende jaar weer. Ja. Dus het is eigenlijk een sneltreinvaart van volgende jaar. En dus nu in de pauze eigenlijk. Ja, ik ben net op vakantie geweest en ik ben sinds deze week weer begonnen met 2023. Dus ik had het toevallig op Instagram gegooid van 2023 is begonnen en iedereen zo, hou even. Oh, ja. We hebben nog 3 maanden te gaan, maar ja, voor mij klinkt dat dan zo, want het volgende jaar is begonnen nu. Ja. Je hebt dus heel veel discipline nodig. En wat houdt jou gaande dan? Want Ja, je zal coaches hebben en zo, maar er is niemand die jou oplegt om dit te moeten doen. Dat komt allemaal uit jezelf. Ja, atletiek is een hele... Ja, atletiek is een hele aparte sport, omdat als je het vergelijkt met een tennis, met een voetbal, golf, de grote sporten, daar is het ook loon naar werken. Hè? Je werkt er hard voor en je krijgt een flink salaris. Sommige sporten krijg je iets minder salaris, maar het is nog steeds evenredig aan elkaar. Maar atletiek is eigenlijk professioneel amateuristisch. Vooral in Nederland. Heel veel mensen, hè, zelfs 1 of 2 lagen onder mij op nationaal niveau, die werken er keihard voor, maar krijgen er helemaal niks voor terug. Dus je bent gewoon fulltime amateur. Dus de motivatie moet intrinsiek zijn. Waarom ga je atletiek doen? Hè? Omdat je het leuk vindt, omdat je er gelukkig van wordt. Ik vond het als kindje al heel leuk. En ik heb natuurlijk hele moeilijke jaren gehad. Ik ben heel vaak geblesseerd geweest. Ik heb moeilijke mentale periodes gehad. En in al die momenten moet je teruggaan naar van waarom ben ik deze sport gaan doen. Ik ben het niet gaan doen om er rijk van te worden, om naar deze toernooien te gaan, om die personen te ontmoeten. Nee, ik ben het gaan doen omdat ik dat kind heel leuk vond. Ja. En het kind in mij moet altijd blijven spreken van vind je dit nog leuk? Ja. Zo nee, dan... Dat is toch bijna niet mogelijk? Nee. En elke dag natuurlijk, er zijn heel veel zware trainingen waar je echt je geweten hoort bonzen van stop je mee, waar ben je mee bezig? Dat is misschien ook wel automutilatief. Dat je op een gegeven moment op zo'n training denkt, ja, ik moet toch dat ene loopje nog erdoorheen, En het is een bepaalde drive die je moet hebben om deze sport te doen. Ja, het is waarschijnlijk ups en downs die je continu doorloopt. Zeker, en meer downs dan ups, maar dat maken de ups ook wel weer heel sterk en heel mooi en heel emotioneel. En daar hou je dan ook weer aan vast. Dus er is eigenlijk geen atleet die alleen maar ups heeft in zijn hele carrière. Dat is fantastisch, maar... Dat denken mensen vaak, want dat is het enige wat ze op tv zien. Ja. Maar het is natuurlijk een zwaar bestaan. Ja, maar ja, als je motivatie op de juiste plek ligt en uiteindelijk kies je er zelf voor. Hè? Dus ik ga niet meer verschuilen, dat is zo zwaar, de training is zo zwaar. Ja, je doet het ook zelf, want ik kan ook gewoon stoppen. En dan heb je dat allemaal niet. Heel gezond en sterk van. Ja, dat is... Je gaf net al aan wat jouw doelstelling is voor je carrière. Je zei er al iets over dat boven je bed hangt. Dus dat is een belangrijk ding waar je nog steeds naar uitkijkt. Ja. Hoe sta je er nu in? Want Parijs is de volgende, dat is volgend jaar.
2024. Ja. Dus over anderhalf jaar. Ja, de zomer, bijna 2 jaar. Dus dat is een belangrijk punt, denk ik, voor jouw carrière. Dan moet het gaan gebeuren. Want ja. 4 jaar later is misschien ook nog mogelijk, maar... Ja, je doelt natuurlijk op de Olympische Spelen. Ik ben nu... Dat hangt ook boven je bed. Ja. Ik heb echt als 10, 11-jarig jongetje heb ik op een papiertje geschreven. Ik wil naar de Olympische Spelen op het onderdeel hardlopen. Nou, heel stellig. Ja. Dat was de vraag dat ik ging verhuizen en wat is je droom en dat soort dingen. Dus ik heb dat later, heb ik dat teruggevonden. Ik vind het wel heel speciaal. En ik heb nu inmiddels, ik ben nu heel ver in mijn carrière. Ik heb de Olympische cyclus van 2012, 2016 meegemaakt. Nou, toen heb ik 2016 net niet gehaald. Toen dacht ik, Tokio... Wat is de Olympische cyclus? Dus de Olympische Spelen zijn om de 4 jaar. Ja. En als atleet werk je dus 4 jaar toe naar de volgende Olympische Spelen. Dat is voor jullie het belangrijkste toernooi dat er is. Ja, wij noemen dat dus de Olympische cyclus, 4 jaar. Vooral als jonge atleet, ik wil naar die Olympische Spelen, ik wil daarheen. Ja, we werken 4 jaar. Als je ouder wordt, dan denk je, ik werk in een cyclus van 1 jaar, want volgend jaar is er ook een toernooi. En over het denken naar 4 jaar verder, waar begin je? Dus je moet het uiteindelijk wel, je moet bij het begin beginnen. Maar ja, ik heb dus die luxe gehad dat ik al die cycli heb meegemaakt en ik heb het 3 keer achter elkaar niet gehaald. De vorige cyclus was Tokio 2020. Ja. Nou, kwam corona overheen, toen werd het Tokio 2021. Die is wel pijnlijk, want de top 40 van de wereld mochten, ik was 41. Dus dat was één plekje onder de grens. Ja. En uiteindelijk op het toernooi zelf waren er 3 jongens niet gestart. Door blessures afgemeld. Dus er waren 7. Ja, in de maand ervoor. Ja. Dus 37 jongens hebben uiteindelijk gelopen. Met 3 lege banen op het toernooi. Niet, vervangen. Wow. Nee, doordat de coronaregels zo streng waren in Japan. Heeft de World Athletics, of de IOC, die hebben besloten om geen atleten bij te sturen. En hadden ze dat gedaan, dan weet ik niet eens of mijn eigen bond dat had toegekend. Ja. Maar ja, om 41 te zijn op een lijst van 40. En uiteindelijk zag ik op tv lege banen. Dat ik dacht van ja. Pijnlijk, ja. Dat had mijn baan kunnen zijn. En vorig jaar was een heel goed jaar voor mij. Dus dat was ook wel jammer, want ik was echt in een goede vorm. Dus ik weet ook dat ik daar zeker wel een goede tijd had kunnen lopen. Maar, een aantal persoonlijke records gelopen voor je. Ja, zeker. Het was echt. Dat heeft de coronacrisis ook wel teweeg gebracht. Dat het de focus heel erg bracht op het individualistische van elk mens. Ja. En ook in de topsporter werd het gewoon, alle luxes werden weggehaald. Dus we konden heel goed focussen op bepaalde doelen. Ja. Dus dat heeft mij wel heel veel geholpen. En uiteindelijk heb ik het net gemist. Maar dan ga je automatisch doordenken naar het volgende blokje. Dat is 3 jaar dit keer. En dat is 3 jaar, dus dat scheelt dan weer. Ja. Dus ik heb dat nog altijd als droom. Ik heb ook zoiets van als je je droom laat gaan, dan moet je of een ander doel gaan stellen of je moet je doelen bij gaan stellen. Maar het is echt het doel van jouw carrière, Olympische Spelen. Ik zou niet zeggen het is het doel van mijn carrière, maar het is gewoon altijd een jeugddroom geweest. Dus, een droom is er om te realiseren of niet. Hè? Als je 's nachts een droom hebt, kan je ook hele mooie dromen hebben. Maar ik zal niet zeggen dat mijn carrière niet geslaagd is als ik nooit de Olympische Spelen heb gehad. Nee, okay. Dus ik vind nu al, ik ben een geroutineerd atleet. Ik heb alles meegemaakt in deze sport wat ik had kunnen. Ik heb alles gewonnen wat ik had kunnen winnen. Ik heb records gebroken. Ik zie het nu als ik de Olympische Spelen zou halen. Zie ik dat als de kers op de taart. Ja. Maar het is niet dat de taart heel vies is. Nee. Heb je er te veel van gepresteerd? Zeker. En daar ben ik ook gewoon heel trots op. En ik had dat een aantal jaar wel. Ik dacht van, ik moet die Olympische Spelen halen. Maar ik wil het nog steeds heel graag. Dus dat is, het is niet zo dat ik het minder wil. Maar ik zal er minder reurig om zijn als ik het nooit zou halen. Zeg maar. Ja. Maar hoe reëel acht je het? Dat je in Parijs aan de start staat? Vorig jaar heb ik het op 1 plek gemist en het is nu 1 jaar later. Ik voelde me dit jaar net zo fit als vorig jaar. Ik zeg, weet je, dat is het ding. Het is Olympische Spelen. Het zijn dus, de Olympische Spelen. Als ik het over 3 jaar, of nu over 2 jaar niet zou halen, oké, dat is dan oké. Maar soms vergeten we ook te denken dat de Olympische Spelen, ik leef in zo'n klein bubbeltje van de hele populatie van de wereld. Dat ik denk, die 40, weet je wel. Maar ik ben de 40 van 6 miljard mensen. 7 miljard mensen die dat zouden kunnen halen. Dus als ik 41 ben, dan ben ik er nog steeds trots op. Weet je. Ja.
Dus, maar ik wil het nog steeds super graag halen. Dat is heel belangrijk. Ja, leuk. Dat zou natuurlijk een mooie bekroning zijn. Ja, ja, ja. Dus, en omdat ik vorig jaar 41 was, denk ik van ja, nu kan ik het. Dus waarom zou ik het over 2 jaar niet kunnen? Hoe werkt dat? Hoe plaats je je voor de Olympische Spelen? Ja, we hebben 2 kwalificaties. Vroeger was het gewoon heel simpel. Er stond een tijd. Die tijd loop je, dan mag je. Die tijd loop je niet, mag je niet. Super simpel. Klaar als een klontje. Het aantal niet onder controle. Ja, dus het kon zijn dat er dan meerdere mensen waren. Maar ja, dan heb je gewoon een extra ronde op de Olympische Spelen. Maar om bijvoorbeeld outliers uit te filteren. Hè? Iemand die ergens in Zuid-Amerika met plus 4.0 en iemand gaat voor de windmeter staan. De limiet loopt, hè, noemen we dat dan. Om dat soort mensen eruit te halen. Of mensen die bijvoorbeeld in april een tijd hebben gelopen, geblesseerd zijn geraakt, toch naar het toernooi mogen, hebben ze een nieuw systeem ingevoerd. Dat heet dan de World Ranking. Heel gecompliceerd systeem, maar dat baseert zich op jouw 5 beste prestaties van het afgelopen 12, van het afgelopen jaar. Dus dat is de 12 maanden voor de Olympische Spelen. Ja, dan begint eigenlijk de meter te lopen. Ja, klopt. Ja, dus eigenlijk 13 maanden, want 1 maand voor de Olympische Spelen sluit die limietperiode. Ja. Dus dan heb je in die 12 maanden tijd tijd voor 5, om 5 prestaties neer te zetten. Krijg je een bepaald puntenaantal voor en daar wordt de gemiddelde van berekend en dat bepaalt jouw positie op die ranking. Mm-hmm. Dus ja, dat is een nieuw systeem, hebben ze tijdens de coronaperiode eigenlijk geïntroduceerd. Dus dat gaf heel veel. 100%. Ja, het gaf heel veel. Ja, fouten eigenlijk, omdat van mensen werden de world rankings bevroren, want ze konden geen wedstrijden lopen tijdens de coronaperiode. Nee. Ja, dus nu werkt het goed. Dit jaar waren de wereldkampioenschappen en ik had me opgeklommen tot de 32e positie. Okay. Dus van 41 was ik nu 32. De 32 beste van de wereld mochten. Een heel lang verhaal. Nee. Maar uiteindelijk was ik er niet bij. Ja. Daar had je een goede reden voor, hè? Nou ja, nee, dat was echt, de reden was omdat het world ranking systeem nog niet goed in elkaar steekt. Bepaalde federaties hadden. Ik dacht dat je ermee te maken had met het feit dat je vader werd. Ja, ik ben ook vader geworden, dus daar kom ik zo op. Maar ik stond 34ste van de wereld, maar er waren een aantal jongens geblesseerd in die lijst, waarvan we allemaal wisten, die gaan niet. Nee. Maar de World Athletics, onze Wereld Atletiekbond, heeft niet tijdig die mensen uit die lijst gehaald, waardoor ik niet opgeschoven werd. Hè, normaal schuiven ze die op, nou ja. Maar toen stond ik dus niet 32, maar ik stond wel 32. En toen kon ik dus niet naar het toernooi. Lang verhaal kort, ik stond niet op de WK terwijl ik had moeten staan. Ja. Wel op de EK was het 3 weken later, inderdaad wat je net al benoemde. En dat in een jaar waar ik inderdaad vader ben geworden. Dus ik heb me dit jaar geplaatst eigenlijk voor 3 toernooien. Een WK indoor. WK outdoor, EK outdoor. Dus dat is topprestatie natuurlijk. Ja. En, dat was eigenlijk je beste jaar tot nu toe. Qua toernooien wel, ja. Dus ik heb me gekwalificeerd voor 3 toernooien, dus dat is heel mooi. Qua prestatie niet, want vorig jaar liep ik iets harder dan dat ik dit jaar liep. Maar ja, dat had ook gewoon een reden dat ik gewoon nu een kleine dochter heb van 6 maanden. En dan kan papa. Een mooie prestatie. Ja, ik kon niet elk weekend. Vorig jaar heb ik volgens mij 20 wedstrijden gelopen in een span van 26 weken. Dus ik was echt elk weekend weg. Maar ja, die ruimte had ik nu gewoon niet. Dus ik heb niet het ritme kunnen opbouwen om veel wedstrijden te lopen. Maar ja, it is what it is. Het was voor een groter doel en voor een mooier doel. Op dat moment. Ja. Nou, is er nou. Hè, want zo zijn wij eigenlijk met elkaar in contact gekomen. Als je nou kijkt naar. Wat doe je voor je lichaam om te zorgen dat je die prestaties kunt leveren, hè, dat je het maximale uit je lichaam kunt halen? Hoe was je daar in het begin van je carrière mee bezig? Welke ondersteuning had je daarbij? En hoe was dat eigenlijk voordat wij samen zijn gaan werken op dit gebied? Ja, eigenlijk met verschillende pilaren. Natuurlijk in topsport is de grote pilaar is de training. Hè? Dus je wordt beter als je meer traint. Maar ja, veel vergeten factoren die in het begin van je carrière, ik ben heel jong geweest, kan trainen elke dag en je herstelt, geen probleem. Maar je wordt wat ouder, dan begint opeens voeding mee te spelen. Ja, misschien moet je wat meer kipfilet gaan eten. Nou, dan krijg ik een keer van een diëtist. Ik had elke dag broodjes Nutella, het ging allemaal prima, maar op een gegeven moment kleine blessuurtjes hier en daar. En, toen werd mijn voeding belangrijker.
Op een gegeven moment slapen, hè, als puber, de hele dag in je nest liggen en niks doen. Nou, ja, op een gegeven moment moet toch wel wat ritme in je. Dus slapen werd steeds belangrijker. En eigenlijk is dan de basis voor alles zijn gewoon supplementen uiteindelijk geworden. Ik was al heel vroeg in mijn carrière al bezig met magnesium slikken en magnesium citraat van de ethos, omdat ik altijd krampen had. Of het werkte, weet ik niet. Maar dat heb je niet gemerkt. Nou ja, ik had daar minder kramp door, maar ik slikte ook veel te veel en weet ik veel wat allemaal. En ik had daar geen begeleiding in, dus ik zat geen beleid achter. Het was een beetje willekeur. Ik ging naar de ethos, ik haalde Davitamon, weet ik veel. Echt, ja, ik haalde het gewoon. Ik dacht, nou, ik slik het en het zal vast ergens goed voor zijn. Ja. Maar ik heb daar nooit echt een verschil in gemerkt. Maar is het, je bent dan professioneel atleet, is er dan vanuit, hè, je wordt ook betaald als atleet, maar is er dan geen ondersteuning vanuit de bond of wat dan ook die daarmee kijkt met jou van hoe kan je dat optimaliseren? Want het is ook een stuk bescherming van je lichaam tegen te veel belasting en het herstel en al dat soort zaken. Is daar geen aandacht voor dan? Of? Nou, ik heb wel eens met een diëtist, zoals ik net zei, gepraat. En ja. Nou, daar kwam eigenlijk minder uit dan ik had gehoopt. Kipfilet eten. en eten ze een kwarkje 's ochtends. Ja. Wat in wezen wel hielp, maar ja, omdat ik train in Amsterdam. Ik train in de Papendal. En ja, er is toch wel een scheiding daarin. Hè? De atleten die fulltime trainen, krijgen fulltime begeleiding. Je kan altijd naar de fysio lopen, je krijgt de diëtist erbij, je krijgt dit en dat. En zelfs dan hebben de diëtisten het niet altijd op orde. Dus, hè, als er een probleem is, iemand raakt vaak geblesseerd, gaan we eens kijken wat er aan de hand is. Oh, je ijzerwaarden zijn laag. Of dit is reactief in plaats van proactief. Reactief, inderdaad. En ik ben niet iemand die dan snel aan een diëtist denkt. Ik denk, oh, ik heb te veel getraind. Of ik heb niet goed geslapen. Of ik ben gestrest. In die dingen ging ik het zoeken. Want het is vaak bij ons, ja, als je te hard traint, raak je geblesseerd. Als je te weinig traint, loop je niet hard. Dus, hè. Ja. En inderdaad, in die trant was ik aan het zoeken en ik heb daar nooit echt een begeleiding in gevonden. Ook nooit echt gezocht, want het was inderdaad, hè, heel reactief. Of je moet het zelf gaan doen. En als je niet de persoon bent die daaraan denkt, ja, daar werd ik niet goed in begeleid. Nee, dus er is weinig bewustzijn voor dat onderdeel in de topsport. Is dat correct om dat te zien dan? Is er te weinig aandacht voor? Ja, als ik het op mezelf betrek, heb ik daar te weinig ondersteuning in gehad. Ik zou niet dat durven uitspreken over de hele topsport, want er wordt vast voor andere atleten wel, hè, als wij naar een toernooi gaan, krijgen we een mooi pakketje met dingen, maar ja, dan denk ik van, wat heb ik hier aan op dit toernooi? Hè, leuk dat je me nu... Dus dat is dan het soort van het beleid. Maar er is geen standaard advies vanuit de atletiekbond die zegt van, joh, je bent nou een topsporter, je gaat veel van je lichaam eisen. Zorg in ieder geval dat je dit als onderdeel van je leefstijl maakt. Ik heb dat nooit, nooit meegekregen. Nee. En zie je in de wereld van atleten daar ook problemen door ontstaan? Dat mensen sneller geblesseerd zijn dan je denkt dat nodig is? Of mensen die afvallen door blessures? Of... Nee, ja, uiteindelijk, hè, zoals ik net zei, kijk, ik ben geen wetenschapper en ja, ik kan niet in hun bloedwaardes kijken van waar ligt het aan. En ik zie ook hun trainingsschema's niet. Maar er is wel een tendens dat er bepaalde blessures zijn of dat er te vaak wordt gezocht in, het ligt in de trainingsbelasting of het ligt in, nou, het herstel qua slaap, ijsbaden, dat soort dingen. Ja. Maar niet dat mensen denken, oh, ik heb mijn vitamines niet op orde. Maar het ene, je hoort altijd het woord eiwit, we moeten eiwitten eten, ja, als sporters, ja. En je moet maar proteïne shakes nemen. Ja. Terwijl ik op een gegeven moment dacht, nou, als ik 100 gram kipfilet eet, dan heb ik echt wel genoeg eiwitten voor de aankomende 5 uur. Dus ja, die blijven maar kwark eten de hele dag, maar ja, op een gegeven moment heb je gewoon te veel kwark in je lichaam, of ja, te veel eiwit in je lichaam. Ja. En dat was een beetje het toverwoord eiwitten, maar daar bleef het dan bij. En ik denk van, dat zijn de macro's, maar de micro's die eronder zitten, ja, die zorgen dat die eiwitten goed gebruikt worden. Ja, daar wordt geen aandacht aan gegeven. En misschien wel dat er een keer een advies komt van, neem eens wat meer zink, neem eens wat meer probiotica. Of kijk hier eens naar, neem wat meer ijzer voor bepaalde dames. Ja. Maar ja, geen algemeen beleid.
Dus, er is geen protocol van elke atleet moet standaard deze supplementen nemen, ja. Want het werkt voor je systeem. En hoe kwam jij op het idee dat dat voor jou anders zou moeten? Ja, hoe ben ik er eigenlijk op gekomen? Ik ben wel me bewust geworden van de macro's eerst. Hè? Want ik moet dat op orde hebben. En eigenlijk kwam daarna pas de micronutriënten. Ik ging eens kijken, want ik merkte, het was een periode waar ik bijvoorbeeld heel veel salades ging eten. Ik merkte dat ik heel goed ging als ik voor lunch een hele groene salade met heel veel verschillende groenten, fruit, noten, dat soort dingen. En ik merkte dat ik daardoor beter kon trainen. Dus toen dacht ik, ja, hier zit qua macro's niet mega veel in, maar er gebeurt toch iets in mijn lichaam. En hè, ik werd een oudere atleet en op een gegeven moment ga ik daar toch wel meer over nadenken van, zijn mijn vitamines en mineralen wel op orde? Dan merkte ik als ik veel kramp had, neigde ik al snel naar een zakje ORS. Maar ja, in wezen zijn dat natuurlijk gewoon je kalium, je magnesium, je calcium en dat zit daar gewoon in, die electrolyte. Ja. Dus zo ben ik daarover gaan nadenken en ik weet niet precies hoe ik dan... De voordelen ervan. Precies, ja. Ja, en ik merkte dat dus, nou, dan ging het of minder kramp of mijn slaap werd beter of ik was gelukkiger. Dat is ook heel belangrijk natuurlijk. Ja. Ja, dus dat minder spierpijn en dat of meer energie tijdens een training. Dat soort dingen gingen werken en dan denk ik, nou, misschien is er wel iets. En volgens mij is dat ook, toen ik bij jullie kwam, was mijn eerste vraag van... Ja, ik vind het fijn om samen te werken, maar ja. Ik wil wel een guideline hebben, want... Ja. Leuk, want dat ben ik wel gewend, een potje vitamine C, maar dat... Ja. Precies, maar... Ja, en er kwam meteen vanuit jullie ook van, nou, dat gaan we doen. En dit is wat je op dit moment het beste kan nemen. En dit is de dosering en waarom. En ook de onderbouwing, dat vond ik gewoon super fijn. En daaraan merk ik van, nou, omdat het zo goed op elkaar aansluit, werkt het ook. Want ja, je merkt het vaak niet als het beter gaat, zeg maar. Dus dat is het gekke. Op een gegeven moment denk je na 2-3 weken, ja, ik voel me normaal. En terwijl je alleen maar, ja, dan als je het niet neemt, voel je slecht. En dan denk je, oh, ligt dat dan misschien daaraan? Ja. Ja, dus zo eigenlijk zou doen. Ik weet niet precies wanneer en dat soort dingen. Ja. Maar dus, dat is het, nou ja, dat is wel de switch die op een gegeven moment om is gegaan. Ja, hoe ziet dan nu qua ondersteuning van je lichaam de dag eruit? Wat qua voeding, maar ook qua supplementen, hoe heb je dat nu vormgegeven? Qua voeding, nou, ik sta elke ochtend op met een fles wijn. Nee. Ja, sowieso. Dus wat ik zei, macro's zijn gewoon belangrijk. Ja. Ja, dat is gewoon belangrijk. Die eiwitten, koolhydraten en de vetten, dat moet goed in balans zijn. Niet meer van het een en het ander. En daarnaast heb ik mijn supplementen. Hè. Dat is van jullie, heb ik er ondersteund. Dus de multi neem ik elke dag. In een hoge dosering merk ik dat het heel lekker voor me werkt. Vitamine D voor mijn immuunsysteem. Ik merk ook dat ik er blijer van word. Ik merk dat ik er meer energie van krijg. Ja. Ik vind dat ik het nodig heb om de mineralen ook te nemen. Zoals net kwam binnen. Ik zei, nou, ik heb zware training gehad. Heb je een magical voor me? Ik merk meteen, ik kom tot rust. Mijn lichaam begint te ontspannen. En dat is gewoon wat ik nodig heb. Beetje een stressvol leven. Je bent ook vader geworden dit jaar. Atletiek is super stressvol. Dus alleen al daarom zou ik het al nemen. En dan is het natuurlijk ook nog voor mijn sport fantastisch. Dus dat sowieso, dat zit op het dagelijkse basis gewoon in mijn... Dus je voelt nu dat je dat optimaal ingericht hebt? Ja. En merk je dat ook in je prestaties? Zie je voor jezelf het verschil? Ik merk het vooral als ik het niet neem. Dus je zei net ook van, maar waarom doe je het dan niet op die momenten? En dan denk ik, ja, waarom eigenlijk niet? Dat is dan laksheid of dan denk ik, oh ja, vergeten. Ja. Terwijl, ja, je vergeet ook niet je tanden te poetsen of je veters te strikken. Hè? Maar waarom vergeet je dan wel om een supplement in te nemen wat je gelukkig maakt of waar je door beter gaat voelen? Ja. Dus dat is gewoon echt structureel de potjes ook klaarzetten. Hè? Dat het ook in het oog staat. En je dan echt gewoon beter gaan voelen. Dat is zo'n bijzonder effect. Dus ik merk dat gewoon en dan... Het is een soort beloning. In je sport, hoe merk je dat? In trainingsperiodes merk ik dat ik... meer energie heb. Ik kan meer energie leveren. In mijn sport is natuurlijk heel belangrijk. Als je bijvoorbeeld een sprinttraining hebt met een aantal afstanden wat je moet lopen, nou, dan kan je bijvoorbeeld 1 of 2 extra. Nou, dat is natuurlijk over een heel seizoen getrokken. Dan heb je misschien 30 of 40 runs die je extra kan doen. Ja. Dus op 1 training zelf valt het wel mee. Maar als je dat over een hele periode trekt, dus uitgeruster, minder krampen, dat is ook natuurlijk heel belangrijk.
En ik kan gewoon een hogere output leveren met krachttraining en dat soort dingen. En ja. Ik slaap dieper, dat is ook belangrijk. Dat is heel belangrijk natuurlijk, ja. Slaap is eigenlijk de belangrijkste periode voor het herstel van je lichaam. Ja. Dus dat is heel belangrijk, ja. En hoe, als je een zware training hebt gehad, heb je ook het gevoel dat je dat, met het herstel, dat het daar... Ja, zeker. Ik had nu bijvoorbeeld, dat was zoals, net als voorbeeld noem, ik had dus een zware training gehad en ik liep helemaal krom van de kramp. Ik kom binnen, ik neem Magical en het werkte binnen 5 minuten. Voel ik denk, dit, en ik weet gewoon dat ik me daardoor morgen beter ga voelen. Dus ja, het herstel, dat is inherent. Ja. Het is gewoon inherent aan als je beter gaat voelen, je lichaam werkt, functioneert beter. Dan is het inherent daaraan dat je ook sneller aan het herstellen bent. Want dat is natuurlijk het effect. Ja. En het is heel zwart-wit jouw sport, zeg je, want het wordt keihard gemeten wat je presteert. Maar heb je ook het gevoel dat het in de prestaties zich vertaalt? Ja, dus net had ik het over trainingsperiodes en ik heb het dus vorig jaar bijvoorbeeld gemerkt in mijn wedstrijdperiode. Toen was ik gewoon, ik zat echt in hyperfocus eigenlijk in mijn wedstrijden. Tijdens mijn wedstrijden zijn gewoon heel stressvol, dus rond zo'n weekend is echt chaos, maar ik kon week achter week achter week achter week gewoon presteren en topprestaties leveren. Dus dat merkte ik vooral, ik kon echt op die dagen zelf, ik kon beter herstellen van zo'n wedstrijd, waardoor ik de dag daarna alweer een hersteltraining kon doen. Waardoor ik de volgende week weer op het moment stond. Mm-hmm. En ja, ik merk, op de een of andere manier, het is heel raar of het voelt heel gek om daar de vinger op te leggen van wat is het nou precies, maar het geeft een gevoel alsof je cellen beter met elkaar samenwerken of zo. Het is een soort, we zijn alleen maar atomen bij elkaar natuurlijk. En het is zo'n steuntje in de rug wat dan voelt van, het gaat allemaal vanzelf eigenlijk. Ja. En dat is het bijzondere, omdat je eigenlijk gewoon normaal voelt. Ja. Je voelt je goed. En dat is wel apart. En als topsporter zijn, dan voel je eigenlijk nooit echt heel goed, omdat je altijd op het randje loopt van pijn of van ongeluk of teleurstelling. Ja, dus als je gewoon elke week gelukkig bent, dat is heel bijzonder eigenlijk als topsporter. Ja. Nou, dat is fantastisch. En je hebt heel veel collega-atleten en topsporters. Wat zou je hun willen zeggen over jouw ervaring op dit gebied? Want je zegt zelf, dus in heel veel topsport wordt er eigenlijk te weinig aandacht aan besteed. Wat zou jouw boodschap zijn aan deze andere atleten? Nou, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat een atleet slim is en dat ze zich laat informeren wat hun lichaam nodig heeft, tot op celniveau. Want uiteindelijk, als topsporter doe je alles zelf en je kan je tot op een zekere hoogte laten informeren door een coach, een diëtist en dat soort dingen. Maar laat je informeren van wat doet nou een vitamine C of een mineraal met mijn lichaam. En ik denk dat voor heel veel topsporters belangrijk is, als ze dat weten, dan weten ze ook wat de meerwaarde ervan is. En zodra ze weten wat de meerwaarde is, zullen ze er naartoe stappen. Zullen ze op structurele basis dat gaan nemen. Dus in feite is kennis belangrijk voor hen. Begrip van wat er nodig is voor het lichaam. Ja, en ik denk niet dat elke topsporter daar behoefte aan heeft om dat te weten. Er zijn verschillende type topsporters. Ik ben zo iemand, ik ben echt zo'n spons. Ik wil alles absorberen, ik wil alles weten. Ja. Er zijn ook mensen die willen me niks weten. Die zeggen, nou, mijn coach vertelt het me wel. En dan zeg ik, nou, laat dan je coach het jou vertellen. Want een topsporter is altijd op zoek naar hoe kan ik 1% beter worden. Als ik 1% beter word, dan ben ik bij de top 3 van de wereld. Ja, als ik 1/10 harder loop, dan zit je gewoon bij de top 10 van de wereld. En dat is een marginaal verschil, maar het is 1%. Dus, en als een roeier 1% beter wordt, hoeveel meter is hij eerder bij de finishlijn? En daar zijn we altijd naar op zoek, maar we zoeken het altijd in de grote dingen. We zoeken het altijd in hoe kan ik beter trainen, hoe kan ik nog meer kilo's wegdrukken. Maar we zoeken het nooit in de kleine dingen die eigenlijk daar ook aan bijdragen. Ja. En dat zou ik eigenlijk willen zeggen van, haal je telescoop eens eraf en pak eens een keer de microscoop. Kijk eens wat verder. En zorg, wij zeggen altijd, zorg dat je mensen de kennis zelf hebben. Want als ze de kennis zelf hebben, dan begrijpen ze ook dat ze het moeten doen. En dan ga je automatisch ook dat soort dingen doen. Ja, en hetzelfde geldt voor blessures. Er zijn mensen die ziek struggelen met dezelfde blessure voor een jaar, anderhalf jaar. En die gaan maar steeds naar dezelfde fysiotherapeut. En die lopen steeds tegen dezelfde lamp aan. Ja. Denk ik van, op een gegeven moment moet ik toch een belletje gaan rinkelen van, dit werkt blijkbaar niet. Dus laat ik eens wat anders gaan zoeken. En tegen dat soort mensen ook gewoon, weet je, informeer je, ga eens verder zoeken, laat jezelf verrijken. En op blessureniveau, op
trainingsniveau, op supplementenniveau. Ja. Eigenlijk op alles moet je gewoon de meester zijn van je eigen lichaam. Want het is jouw tempeltje, het is jouw Ferrari. Ja. En ja, dan kan je er niet maar baggerolie in blijven gooien. Nee, dat doe je in Ferrari ook niet. Nee. Maar, dus, ja. Nou, mooi. En dat is een mooi overzicht, ja. En wat is nu je belangrijkste volgende wedstrijd? Nou, die heb ik nog niet ingepland. Okay. Ja, we zijn nu september, oktober. Dus ik ben eerst even lekker aan het trainen. Even heel veel, zeg maar. Heel veel training komen eraan. Maar ja, het eerste belangrijke blok wordt indoor 2023. Ja. Ja, dus dat zijn de binnenwedstrijden. Dan doe je ook alle training indoors? Of train je dan net zo goed buiten? Als dat? Ja, atletiek is gewoon diehard. Gewoon 3 broeken aan en lekker hollen. Want we hebben geen binnenlocaties waar we langer dan 100 meter kunnen rennen. Dus dat is helaas. Wij doen wedstrijden wel binnen. Dat is niet te helpen. De binnenwedstrijd is korter dan de buitenwedstrijd. Ja, want de hal is maar 200 meter binnen en buiten 400 meter. Dus in het middenstuk is er maar 60 meter over. Voor trainingen doen wij gewoon veel buiten, ook binnen. Maar het binnenseizoen dus. Waar ik een aantal grote wedstrijden vast zal gaan lopen. Het is altijd ook afhankelijk van hoe staat je vorm, ben je in shape. Hoe harder je loopt, hoe groter de wedstrijd is waar je kan lopen. Plaats je voor een toernooi. Ja. We hebben indoor het EK in Istanbul. We zouden ook een WK hebben in China, in Nanjing. Maar die zijn nog steeds heel bang voor coronagevallen. Dus dat is weer gecanceld. Ja, okay. Dat is al 2 jaar achter elkaar gecanceld. Dus helaas. Dus die gaat niet door. Istanbul gebeuren. Ja, dus we gaan naar het... Althans, daar ben ik nog niet voor geplaatst. Maar het EK in Istanbul is een mooi eerste doel. En dan hebben we buiten het WK in Budapest, in Hongarije. Dus we hebben weer een WK volgend jaar. Ja. Dus dat zijn 2 mooie doelen voor volgend jaar. En korte termijn doelen. En lange termijn is natuurlijk ook nog steeds in Parijs. maar eerst begin bij het begin. En het begin is morgen en dat is de volgende training. Ja. Dus zo probeer ik het altijd helemaal terug te brengen naar gewoon het nu. Ja, met een doel in je achterhoofd. Ja. Nou, hartstikke leuk om even met jou gebabbeld te hebben over dit soort dingen. Ja, heel interessant. Ik vind dat je een fantastisch vak hebt. En je praat er ook duidelijk over. Dat is voor mensen allemaal goed te begrijpen. En ik hoop dat we samen door kunnen gaan voorlopig nog. En dat we Parijs gaan halen. Ja, graag. Ja, ik ga mijn geluk niet opzij schuiven. Hè? Dus dat moet je zeker niet doen, want dan hou je het zeker niet. Nee, precies. Dus ik vind dat wel, het is gewoon echt een toegevoegde waarde aan mijn topsport. En dat vind ik gewoon het belangrijkste. Dat is ook, als ik samenwerk met iemand, dan vind ik dat ook gewoon belangrijk. Ja. Het is, je kan een advertentie doen voor lepeltjes, maar wat heb je aan lepeltjes? Dit ben ik. En ik word hier een beter mens van, ik word hier een betere topsporter van. Dus dan, dat was ook het idee, hè? Dat we een win-win situatie hadden. En we zijn heel blij en heel trots dat we bij kunnen dragen aan jouw prestaties. Dus we gaan dat zeker blijven doen. Ik weet niet of je verder nog iets aan toe te voegen hebt, maar ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor dit interview en voor de tijd. We zullen elkaar nader spreken als je weer wat toernooien gedaan hebt. Ja, zeker. Ik denk, we gaan zeker een vervolg komen op deze leuke podcast. Ik vind het ook interessant. Misschien de volgende keer kunnen we meer vertellen van wat doet het nou? Dat we eigenlijk gewoon sporters ook meer kunnen informeren. Dus ik zeg, hier hebben we het. Op basis van deze podcast gaan we daar wat meer op focussen. Ja, dus mocht je nog vragen hebben, @freechoiceheld of @koensmet, en dan kunnen we het beantwoorden. Pakken we het op. En vergeet niet je appeltje te eten elke dag. Ja, elke dag. Gaan we doen. Koen, bedankt. Ook de kijkers, heel erg bedankt om deze podcast te volgen. Like-buttons en zo moeten natuurlijk allemaal, ik weet allemaal niet hoe het werkt, maar dat weten jullie beter dan ik. Hartelijk dank en tot de volgende keer.